Op 18 november 2020 kwam Tim Hofman, die man, of man, hij loopt ook wel eens in vrouwenkleding rond. Die kwam met deze tweet: we zoeken klokkenluiders. Dus ik sprong een gat in de lucht en denk: hé, Tim, hier zit ik op te wachten. Ben jij dan degene die mijn verhaal gaat brengen? Dus ik klikte op dat filmpje. Ja, hallo, let op. Waarschijnlijk weet je wel wie dit is. Mark Rutte. Hele machtige man in Nederland. Maar weet je ook wie dit is? En dit, en dit, en dit, en dit. En misschien wel dit. Nou, waarschijnlijk niet. Dat is best gek, want dat zijn ook stuk voor stuk mensen in Nederland die heel veel macht en invloed hebben. En daarom gaan we met het team van Boos een nieuw programma maken voor NPO 3. Een programma over macht, machthebbers, machtsconstructies, want wie zijn nou eigenlijk de baas in Nederland? Hoe heten ze? Wat doen ze? Misbruiken ze hun macht eigenlijk wel eens? En wat betekent dat voor jou en mij? Maar daar hebben we jou wel nodig. Dus hierbij een oproep om bij ons klokkenluider te zijn. Weet je? Nou, dus ik denk van, hé, Tim, wat ik al zeg, fantastisch. Maar wat ik ook zag, denk, dit is, ik denk, hoe kan dat nou dan? Hoe komt hij hier nou bij? Volgt hij me ook? Nick-Jan van Kesteren. Ja, die had ik al zo vaak gesproken op Binnenhof. Ik laat jullie even een filmpje zien van mij en Nick-Jan van Kesteren op het Binnenhof, gefilmd door Pieter. En Nick-Jan kent mij en mijn cameraman, mijn neefje Pieter ook natuurlijk. Kijk maar even. Nick-Jan is de belangrijkste lobbyist van heel Nederland. En zijn maatje, Ben Bot, die heeft 12 jaar lang het Vredespaleis gerund. Het belangrijkste VN-gebouw ter wereld. En van Meines Holla zijn ze allebei. Kijk maar even. Goedemorgen. Bent u een voorstander van de verlengen van de avondklok? Echt waar? Oh, maar ik heb nog even een vraagje. Goedemorgen. Met mij gaat het, ja, of goed. Ik ben zelf ben ik hier op het Binnenhof om mijn kwestie aan te kaarten. Ik ben klokkenluider van een gevangeniswezen. Je hebt het wel eens gehoord. Nou ja, ik weet er niet zoveel van, maar ik heb dat wel eens gehoord. Ja, nou ja, kijk, ik kan aantonen, Nick-Jan, dat er twee rijksinstituten gesjoemeld hebben met onderzoeksresultaten. En dat zijn zware aantijgingen. En ik wil, daarom ben ik, mijn kwestie, mijn zaak ligt nu in de Tweede Kamer. En ik heb al Maar moet je niet naar de rechter dan of zo? Mijn ontslagzaak ligt bij de rechter. En dat is binnen nu een, op verkiezingsdag zou de uitspraak zijn over mijn ontslagzaak. Maar ik heb al 14 maanden lang mijn zaak aangekaart bij de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. En is En nooit gereageerd? ja, in de tussentijd zijn er ook Kamervragen gesteld, heel vaak door de SP en door de PVV. Maar ja, ook de antwoorden op de Kamervragen kan ik zeggen dat antwoorden niet kloppen. En ook dat zijn natuurlijk, dan zeg ik van, dan zou ik het rechtvaardig vinden van, ja, als die Huig Plugge dit steeds maar blijft beweren. Van, ja, maar dat gebeurt niet. En de juiste vraag, weet je, bent journalist geweest, toch? Ik heb research gedaan, nee, maar het gaat erom. Je moet vragen stellen, is ook een kunst op zich natuurlijk. Ja, want justitie heeft natuurlijk een leger van juristen om dan toch weer een uitweg te zoeken. En, maar kijk, ik ben hier onder andere voor mijn zaak aan te kaarten, maar ook. Ik las trouwens recent een artikel over Rutte, dat hij met de Faroe-eilanden. En toen kwam je naam opeens in de krant. Was je er blij mee of niet? Nee, maar. Ik kon dit voor waar zijn. Nee, maar. Niet, dat artikel was natuurlijk, kun je al alles op vinden, maar ja, ik heb het gelezen. Ja, dat zei je. Rutte heeft met een opdracht de Faroe-eilanden. Zo werkt het ook niet hoor, maar ik vond het wel interessant. Ja. Zeer invloedrijke Katwijken. Daar zal ik gebruik van maken. Ja? Nou, dan ga ik nu aan het werk. Ja, fijne dag. Pieter. Hoi. Hoi. En nu weer even terug naar Tim, die dit zei op 18 november 2020. Dat voor jou en mij. Maar daar hebben we jou wel voor nodig. Dus hierbij een oproep om bij ons klokkenluider te zijn. Weet jij iets wat wij niet weten over mensen die wij misschien niet eens kennen? Mensen die macht hebben en misbruiken binnen de overheid, het bedrijfsleven, de lobbyindustrie of de media? Laat het ons weten. Mail ons op paktemacht@bnnvara.nl. Dan zorgen wij dat de rest van Nederland het ook weet. Met naam, rugnummer en gezicht. Gewoon op televisie. Tijd voor verantwoording. Paktemacht@bnnvara.nl. Tot snel.
Nou, ik dus een mail gestuurd naar pakdemacht@bnnvara.nl. En toen ik Tim op het binnenhof een keer zag staan met zijn ploegje, toen liep ik, terwijl de klok van het binnenhof luidde, de klok van de ridderzaal, liep ik op Tim af om te vragen van, of hij het aan wilde pakken. Pak de macht. Kijk naar het volgende fragment. Ik ga even wat aan Hofman geven. Tim, toch? Ja. Ik heb iets voor je. Ik had jou een e-mail gestuurd. Oh. Ik ben naar Huig Plug, Katwijk aan Zee. En op Twitter had jij een berichtje naar me gestuurd, want jij was op zoek naar klokkenluiders. Oh ja. Die oproep heb jij gedaan, toch? Ja. En ik heb toen een e-mail naar je gestuurd met wat documenten. Ik weet niet of dat bij de redactie is beland. Dat denk ik wel, ja. Nou, dit zijn krantenberichten van de laatste 4 jaar. Tijdens Rutte 2 en Rutte 3 speelde onze doofpot al. En ja, we gaan nu misschien naar Rutte 4. Maar mocht je interesse hebben, mijn e-mail, het zit in mijn inbox. En het is een zeer explosief verhaal. En mijn verhaal wordt ondersteund door 14 artsen, verpleegkundigen en bewaarders van het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Dat verhaal ken ik, ja. Ja, er is pas een fractie bekend, maar het echte verhaal, dat moet nog naar buiten komen. Oké. Ik kan je nog een e-mail sturen. Ja, doe maar. Ja? Ja, okay. Werk ze. Kijk, want het liefst wil ik hier helemaal nooit meer terugkomen. Want ik doe dit niet voor mijn lol. En ja... Ik wil dat een grote zender het verhaal naar buiten brengt. Want dan, ja, misschien komt dan het vertrouwen van het volk ook weer terug in de grote zenders. Want nu, ja, ik kijk er niet meer naar omdat ik altijd boos word. Omdat ik denk van ja, ik weet hoe het werkelijk zit. Ik vind Mark Rutte hoort op te stappen. Die hoort hier niet meer premier te zijn. Want ze produceren valse rapporten en er zijn mensen in gevaar op een zeer belangrijk stukje in Den Haag. PIH-landen. En daar werken mijn collega's, mijn oud-collega's. En in gedachten ben ik daar nog steeds eigenlijk aan het werk. Ik wil eigenlijk gewoon weer aan de slag. Maar wel heel veel schoonmaken. Ik zag Tim Hofman... of voordat ik Tim Hofman aansprak op 19 maart 2021... had ik hem gemaild, de redactie, vooraf. Maar ook erna. Erna. En ja, ik kreeg geen antwoord terug. Ik hoorde ook maar niks. En ja, wat schetst mijn verbazing. Afgelopen vrijdag, de 18e, kwam ik Tim met zijn ploeg, weer een nieuwe ploeg tegen. Toen kwam hij terug van de ministerraad van Mark Rutte. En ja, hij liep op me af. Dus ik denk, ik stel toch even een vraag. Tim had een beveiliger bij hem met een rugzakje. En ja, best wel apart eigenlijk. Hij zei ook, ik ben de beveiliger van Tim Hofman. Kijk even. Oh, daar is Tim. Tim Hofman. Tim, heb jij misschien nog interesse in mijn verhaal? Super. Hè? Ik heb je vorig jaar nog benaderd op het Binnenhof. Dan is het blijkbaar nee. Wat zeg je? Dan is het blijkbaar nee. Ah, oké. Maar ja, Hofman was op zoek naar klokkenluiders en hij doet er niets aan. Wordt hij beschermd of zo? Ben je beveiliging? Ja, ik ben de beveiliging van Tim Hofman. Beveiliging? Ja, klopt. Nou, oké. Okay. Fijne dag. Yes, bedankt voor je medewerking. Tim Hofman met beveiliging. Bijzonder. Niet geïnteresseerd, Tim Hofman. Nou, wat een afgang trouwens. Ik bedoel, ik loop natuurlijk al heel lang op het Binnenhof rond. En ja, ik ben niet onder de indruk van de journalistiek. Ik word helemaal kapot geschreven door de journalisten. Maar ik sta nog overeind, want ik word gesteund door mijn collega's. En ondanks 4 detenties is mijn verhaal alleen maar beter geworden. En ik vind gewoon, ik heb medelijden met deze stakkers van de pers. Hij heeft dit jaar ook nog een prijs gewonnen, die met oorbellen. Moet je kijken, man, wat is dat voor gekkigheid, joh. Krijg je daar geld voor of zo, Tim Hofman? Om in vrouwenkleding te lopen. Dit is ook weer zo'n gek verhaal eigenlijk. Hij heeft een vriendin, maar die hebben een documentaire gemaakt over hun seksleven. En mijn seks is stuk, heeft de vriendin van Tim gezegd. Ja, vind je het gek hier, een vent op hakken. Maar Tim, joh,
wie ben je eigenlijk? Eerst ga je helemaal de blitz maken van meld je als klokkenluider. En dan meld je je en dan doe je er niks mee. En anderhalf jaar later confronteer ik je er nog mee op het binnen- en buitenhof. En dan loop je gewoon ijskoud door. Ja, op welke loonlijst sta je? Ik vind dat de televisie, de subsidie moet stopgezet worden. BNN-VARA, de omroep waar deze man in vrouwenkleding voor werkt. Ja, met dat Van Nieuwekerken-schandaal. Wat is er allemaal loos? De waarheid moet eens een keer naar buiten komen. Want die Derksen, waar ik trouwens helemaal van walg. Die heeft nog gezegd van, er lopen er drie op het Mediapark rond en daar weten we nog veel gekkere verhalen van. Trek je bek open en is het niet, laat ons smullen, maar wat is er allemaal gebeurd en wie is er allemaal verkracht? Want daar gaat het om. Het ware verhaal moet eens een keer naar buiten komen. Ik walg van het hele gebeuren. Vroeger keek ik nog wel eens VI of Insight of wat dan ook, maar ik walg er gewoon van, joh. En dan klokkenluiders nog afmaken ook, sommige journalisten. Sylvan Schoonhoven, Sebastiaan Kwekel, Anna-Laura Molducci. En dan gaan zitten janken ook van... nee, jullie hebben een klokkenluider, mij dus, in de grond ingeschreven. Terwijl ik gesteund word door mijn collega's. En in de rechtbank is er ook over verklaard. Ja, nou ja, mag ik ook dan jullie een beetje niet voor gek zetten? Dit is... Waar kijken wij naar eigenlijk? Wat zien wij eigenlijk? Door wie worden we bestuurd en wie presenteert het aan ons, joh? Man, wat heb ik een medelijden met jullie.